Welkom bij Spellenzolder, leuk dat jullie weer kijken en dit keer met jullie een blik werpen op Touch It, uitgegeven door Wonderful World Board Games. Het is een spel voor 2 tot 6 spelers waar je een 5 tot 10 minuutjes mee bezig bent. En het doel van het spel is om als eerste 7 kaarten te verdienen door te raden wat er aan de onderkant staat, zonder ernaar te kijken maar enkel je vingertoppen gebruikend, dus te voelen of je het patroon kan herkennen. En daar zit een gezonde tijdsdruk op, dus dat maakt het nog extra lastig. Maar laten we eerst maar eens kijken wat er precies in het doosje zit. Het spel is bedacht door Lenny Louis en wij krijgen de spelregels in, volgens mij, het Taiwanees en gelukkig ook in het Engels. De regels zelf zijn niet al te complex en helder uitgelegd. Het is geen moeilijk spel in regels dan uitgedrukt. En we krijgen natuurlijk een set kaarten waarop de verschillende voorwerpen staan die mogelijk aan de achterkant staan. En op de achterkanten zien jullie, het is lastig met de camera, maar je ziet een beetje die glans in relief, zijn die vormen weergegeven. En die gaan je helpen om te voelen wat er nou precies aan de andere kant staat. Dat is wat we krijgen. Laten we snel maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit in mijn voorbeeld opgezet voor 3 spelers. Je schudt alle kaarten. Elke speler begint met 1 kaart voor zich. Die mag je nog niet aanraken. Het doel is om de eerste te zijn met 7 punten. Elke kaart die je goed raadt is een punt waard. En degene die als eerste zegt dat hij weet wat er op de kaart staat en het goed geeft, die kan nog een extra kaart verdienen. En zo probeer je dus je punten bij elkaar te sprokkelen. Maar zo zit hem op. Laat maar eens gaan spelen. Alle spelers pakken de kaart tegelijkertijd zo vast zonder de achterkant aan te raken. Dan wordt er door 1 iemand afgeteld en dan mogen we tegelijkertijd gaan beginnen met deduceren welke vorm zich aan de andere kant bevindt. De rug van de kaart geeft je in ieder geval 4 mogelijkheden. Dus 1 van deze 4 vormen staat afgedrukt aan de andere kant. En zodra we afgeteld hebben en iedereen begint met voelen, is het natuurlijk een race om zo snel mogelijk te ontdekken van welke vorm heb ik hier aan de achterkant nou te pakken. En terwijl ik dit doe, heb ik het idee dat deze vorm hetgeen is wat hier op afgebeeld staat. Ik kijk niet, ik zeg alleen neer, got it. Degene die dat als eerste doet, die kan daar een extra kaart mee punten vinden. En normaal gesproken, degene die als laatste zegt, of die als laatste overblijft, doet sowieso niet mee. Maar met 3 spelers kun je ook gewoon zeggen, joh, we gaan gewoon vrolijk verder. Ik zei dat ik als eerste wist wat het was. Ik denk dat het een ninja-ster is. Ik draai me om. In dit geval heb ik het juiste antwoord. Wat betekent dat ik 1 punt krijg, plus nog een extra punt, omdat ik als eerste het geraden had en ik had het goed. Nou, Googly Eyes zegt bijvoorbeeld het is sake. Helaas, niet goed. En Army Guy zegt het zijn die snoepjes lollies. En die heeft een punt te pakken. Dan gaan we naar de volgende ronde. Iedereen krijgt weer een nieuwe kaart. Er wordt weer afgeteld. 3, 2, 1. En we gaan weer kijken of we kunnen ontdekken welke kaart wij te pakken hebben hier. Zonder de achterkant te bekijken. Puur door te voelen. En deze vind ik alweer lastig. Ik denk dat het de bamboe is. Het is totaal iets anders. En ik doe het dan nu nog zonder tijdsdruk. Met tijdsdruk wordt het nog pittiger. Wil je nog meer uitdaging? Dan kun je zeggen, we hebben de scan variant. Dan mag je je vinger er 1 keer van boven naar onder overheen laten gaan. En dan moet je het zeggen. En wil je, zo noemen ze het, de super extra mega giga hard mode, wat leuk is om een keer te proberen, dan mag je alleen maar voelen met de rug van je hand. Nou, dan kan ik net zo goed zeggen, ik gok dat het 1 van de 4 is. Want met de rug van mijn hand, dat is niet waar ik heel goed in ben. Maar dat is het hele concept van het spel. Degene die als eerste 7 punten bij elkaar heeft, of je kunt zeggen, joh, we doen allemaal 8 kaarten, wie de meeste goed heeft, die wint het spel. Dus er zijn veel varianten om het spel te spelen. En het idee is in de basis simpel, maar in de uitvoer lastig. En zo wordt Touch It gespeeld.
In de basis is Touches een super eenvoudig spel. Je krijgt een kaart, er zijn vier opties die er op de achterkant afgebeeld kunnen zijn. En door te voelen probeer je zo snel mogelijk te achterhalen welke vorm het is. En soms kun je aan bepaalde details van een voorwerp snel ontdekken wat het is. En andere keren zul je denken dat je het weet en er toch leuk naast zitten. De tijdsdruk die dit spel met zich meebrengt maakt het extra spannend. Hoe sneller je het weet, hoe groter de kans. Maar het principe van het voelen en daardoor proberen te achterhalen wat je nou precies te pakken hebt, is gewoon super grappig. En het is te spelen met jong en oud, beginnend en expert spelers. Dit is een skillset die weinigen ontwikkeld hebben en dus altijd voor het nodige speelplezier zorgt. En ja, veel meer kan ik er ook niet over zeggen. Ik vind de base mechanics super leuk. Je kunt varianten maken met kleine kinderen dat je inderdaad zegt, joh, we gaan allemaal 8 kaartjes voelen en wie de meeste goed heeft, die wint. En je kunt er een tijdslimiet toe doen of niet. Je kunt het met volwassenen spelen, dan is die tijdslimiet wel leuker, want dat maakt het een stuk spannender. En dat alles maakt Touch It wat mij betreft tot een vrij uniek spel, wat leuk is om zo af en toe op tafel te zetten. Iedereen snapt meteen het idee van het spel. Een beetje strijd, doordat je als eerste wil weten wat er tevoorschijn komt. Je merkt gelijk of bepaalde mensen hier gevoel voor hebben of niet. En het is zo leuk als mensen zeggen, ja, ik weet zeker, dit is sake. En dan komt er iets totaal anders tevoorschijn. En dat is de humor die dit spel aan tafel brengt. En dat maakt Touch It, wat wij hebben, gewoon tot een goed spel. Wat een humoristische tint geeft aan een spelavond. En gewoon leuk is om zo af en toe eens uit de kast te halen. En daarom voor mij een 7 krijgen. Not Spellenzolder.